Tell me what you are. Hallo, dit is Markie 2200 weer. Sorry trouwens dat ik de hele mijn vakantie geen enkel filmpje heb geüpload, maar dingen gingen anders dan verwacht. Maar in elk geval, ik ben er nu eventjes weer en ik wil het hebben over Call of Duty. Want zoals je misschien weet, heeft de trailer van de nieuwste Call of Duty, wat Infinite Warfare heet, heeft nu al 1 miljoen dislikes. En dat betekent dat mensen er niet op zitten te wachten. Echt, zoals je misschien weet, heeft Activision zowel Black Ops 3 compleet verneukt. En ik weet eigenlijk wel zeker dat ze dat hetzelfde gaan doen met Infinite Warfare en Call of Duty 4 geremasterd. Als je misschien niet weet, als je een of andere deluxe edition bestelt of zo van Infinite Warfare, dan krijg je een geremasterde copy van Call of Duty 4. Maar multiplayer heeft allereerst 10 map in plaats van 16. En ik weet eigenlijk wel zeker dat ze de andere 6 of misschien nog wel meer als DLC erbij gaan doen. Dus mappen die er officieel bij zouden moeten zijn, gaan ze uitbrengen als DLC. Dat zegt alleen maar meer over dat Activision een enorme geldhoer is. Ga ik Infinite Warfare kopen? Nee. Ik ben niet van plan om Infinite Warfare te gaan kopen. Ik heb een filmpje gemaakt met als Infinite Warfare echt in de Space Far Future gaat afspelen en Battlefield zich in de Eerste Wereldoorlog gaat afspelen, dan ga ik Battlefield 1 kopen. En het blijkt inderdaad zo ook te zijn. Ik ga dit jaar voor Battlefield 1. Ja, yeah. Call of Duty. Het is inderdaad laatst wel ziek erg verneukt geworden. Want ja, indirect was ik al een Call of Duty fan sinds de allereerste Call of Duty. En dan bedoel ik niet Call of Duty 4, maar echt de allereerste Call of Duty uit 2003. Ik was 4 toen. En ja, dan zou je misschien denken, hoe kan je een Call of Duty fan zijn als je 4 bent? Nou, mijn vader speelde het soms wel eens en af en toe keek ik wel eens mee. Ik weet niet waarom ik het leuk vond, want een jongetje van 4 zou Call of Duty denk ik niet echt leuk moeten vinden. Maar er was blijkbaar iets wat ik leuk vond, dus af en toe keek mee. Ik kreeg ook graag mee. Ja, mijn vader speelde vaak Call of Duty toen die tijd uitkwam. Nou kan ik ook zien dat we Call of Duty 2 hebben. Die heb ik niet vaak gespeeld, maar die vind ik op zich wel leuk. Die kwam uit 2005 uit, toen was ik 6. Ja, toen heeft mijn vader voor mij die ook wel gespeeld. Ik weet niet zeker of hoeveel die heeft gespeeld, maar en hij heeft hem wel gespeeld, want we hebben hem hier als cd en dan zou hij hem ongetwijfeld gespeeld hebben. Nou weet ik niet heel veel Call of Duty 3, want dat was een beetje, ja, ik heb gehoord dat het een beetje een val was. Ik weet niet wanneer die uitkwam en we hebben hem hier ook niet op cd. Ik weet niet of hij op pc uitkwam. We hebben hem in ieder geval niet. En Call of Duty 1 en 2 en ook vergeet niet United Offensive, de DLC voor Call of Duty 1. Die speelde mijn vader vroeger ook best wel vaak. Dus eigenlijk vanaf 2003 tot en met 2006, 2007 ongeveer, toen ja, begon ik eigenlijk al gameplay te kijken van Call of Duty en ik begon het leuk te vinden. Nou ja, 2007, Modern Warfare kwam uit. En ja, ik keek gameplay van Call of Duty 4 en ik vond het echt indrukwekkend. Ja, dus eigenlijk kun je ongeveer zeggen dat ik vanaf 2003 tot en met 2008 heb ik zelf nog nooit Call of Duty's gespeeld, maar wel gameplay gekeken. World at War was mijn allereerste Call of Duty die ik zelf speelde. Nou speelde ik het niet echt intensief of zo. Ik weet ook niet eens of ik de campaign helemaal heb uitgespeeld. Ik weet niet of mijn vader de campaign heeft uitgespeeld. Ik weet niet zeker of het van waarschijnlijk was het een mix van beide. Want ik weet wel dat ik toen ook mijn eerste zombiesmap speelde. Wat Nacht der Untoten was. Ik was er echt enorm scheid in. Maar je moet bedenken, ik was 9. En ja, toen vond ik zombies voor mij nog echt compleet eng. Nou ja, 2008. 9 jaar. Mijn allereerste Call of Duty. En dan skippen we tijd een beetje uit 2010. Ik weet zo niet zeker meer welke Call of Duty, maar het was of Modern Warfare 2 of Black Ops. Eén van die twee was mijn allereerste actieve Call of Duty. Modern Warfare 2 op de PC en Black Ops toen ik nog een Wii had. Ja, ik had toen nog een Wii.
Het was wel de twee Call of Duty's kwamen ongeveer rond dezelfde tijd, zeg maar, in mijn leven. Dus ik zou graag gewoon makkelijk zeggen, eerlijk zeggen, dat beide Call of Duty's mijn eerste actieve was. En ja, toen begon het een beetje. Toen begon ik echt een echte Call of Duty fanboy te worden. Sinds Modern Warfare 2 Black Ops. En ja, toen kwam Black Ops, toen Modern Warfare 3, toen Black Ops 2. En toen kwam Ghost, Advanced Warfare en nu zijn we bij Black Ops 3. En we gaan nu kijken naar Infinite Warfare. Ik vind persoonlijk dat Call of Duty echt gewoon naar beneden ging. Dat Call of Duty echt gewoon kut begint te worden sinds Ghost. Ghost was echt een enorm poepspel. Advanced Warfare was redelijk en Black Ops 3 was leuk. Maar hij is nu verneut. En ik denk dat Infinite Warfare ook niet veel leuker gaat worden. Dan ga ik het volgende doen. Ik ga gewoon wachten met Infinite Warfare. Misschien dat hij leuk wordt. Ik heb geen idee. Ik ga sowieso Battlefield van de Eerste Wereldoorlog fixen. Ja. Call of Duty. Ja. Call of Duty is echt aan het afsterven. En Activision die vermoordt Call of Duty eigenlijk wat nu. In elk geval. Ja. Je weet mijn verhaal. En ja, Call of Duty gaat nu echt bergafwaarts. Ik vind het heel jammer, maar helaas, het zij zo. Activision zal waarschijnlijk niet veel verbeteren, want Activision is een geldhoer en ze geven zero fucks over de community. Ik stap over naar Battlefield. In elk geval, dit was Marky 2200 en ik spreek jullie later weer.